Oké, we gaan weer een verzoekvideo doen voor Bo Jonker in dit geval. Die had gevraagd of een Madame Destiny Megaways wilde gaan spelen. Een spel van Pragmatic Play. We gaan hem op 60 cent spelen. Of we zetten de superbet aan, zodat we meer kans maken op een bonusje. Geluid. Iets zachter zetten. Een slokje van mijn cola nemen. Ja, ik moet zeggen dat ik... die Megaways kasten voorheen altijd heel veel speelden. Maar ik ben ze een beetje beu gespeeld. Ik heb ze zo vaak gespeeld en er zijn tegenwoordig zoveel varianten van. Dat ik ze niet eens meer bijhoud welke er allemaal online komen. Deze Madame Destiny die bestaat al wel een tijdje. Die heb ik op YouTube. Vooral die internationale streamers die hebben die vaak gespeeld. En hebben er ook hele dikke winst mee gehaald in de bonus. Het is mij eigenlijk nog nooit gelukt, maar ik moet ook zeggen dat ik hem nog niet heel vaak gespeeld. Bo, aan mij vraag aan jou. Speel jij deze dus heel vaak en heb je er al leuke klappers mee gemaakt? Ben ik wel heel benieuwd naar. Laat het even weten in de comments. Dan, ik wil ook altijd wel weten of jullie er veel mee winnen. Verder is het themaatje is helemaal prima. Het ziet er grappig uit. Een beetje... duisterachtig waarzeggersthema. Ja, die Madame Destiny, dat is ook een waarzegger natuurlijk. Nou, dat maantje moet je hebben. Dan moet je er volgens mij 3 van hebben. En in het basisspel kan hij op zich uit het niks in één keer wel iets leuks geven. Even kijken, die L'tjes zijn het hoogst. Of ja, de welten natuurlijk. Even kijken, de weltsymbool verschijnt alleen op rollen 2, 3, 4, 5 en 6. Kijken. 3 spins. Ja, volgens mij moet je er 3 hebben. Ja, minimaal 3. Even kijken. Voor de scatters. Als je er 6 hebt, krijg je ook nog 100 keer de inzet. Het leuke aan dit spel, want dat zal ik dadelijk hopelijk laten zien. Even kijken. Anti, dat is die superbet. Volatiliteit. De RTP is 96,67. Even kijken. Ja, 96,67% als je die superbet gebruikt. En de theoretische RTP, volgens mij zonder superbet, is 96,56%. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar goed. Maximum inzet is 62,50. En even kijken of we nog een max win zien staan. Nee. Pom, 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 pom. Nee, max win zie ik zo 1, 2, 3 niet staan. Maar goed, die gaan we toch niet halen. Ik heb nog nooit een max win gehad. Dat is... ik heb al veel leuke prijzen gehad, maar max winnen is me nog nooit gelukt. Maar goed, we gaan even verder spelen voor Bo. Qua prijsjes, de teamboefrouw als koning hoef je niet naar te kijken. Of je moet echt de max megawees hebben. Nou, je ziet elke draai daar rechtsboven de megawees symbool. Dat is eigenlijk bij al die megawees kasten. Als je een max megawees hebt, dan kan het echt wel leuk zijn. Maar dan nog is het leukst als je plaatjes hebt. Maakt eigenlijk niet uit welke die elder is dan het meeste. Of die weld. Maar elk plaatje eigenlijk goed als je er op elke hol eentje hebt en je hebt veel megawees. Maar zelfs een boer kan heel dik zijn. Hè? Vooral in de bonus. Want in de bonus heb je die oplopende multiplier. Met die weld. En dan kan je echt kop. En dan kan je echt heel dik winnen. Ja, het nadeel bij die mega weeskast, deze draait trouwens nog redelijk snel weg. Op aasje links. Nee. Maar dat het relatief lang kan duren voordat die bonussen vallen. En doordat je dat stackt, of stackt met tumbling, ja, ik weet niet of dat, nee, geen stackt, maar die tumbling feature, dus zeg maar als je een prijs hebt dat er nieuw speeltjes bijkomen. Ja, dat kan leuk zijn als je leuke combinaties hebt. Maar het kan ook voor vertraging zorgen en dan kan het wel eens irritant worden, vind ik in ieder geval althans. Ja, ik zelf speel ze dus niet heel veel meer die Megaways kasten, omdat ik meer naar de No Limit City kasten ben geschoven de afgelopen jaren. Maar vroeger toen, de afgelopen 10 jaar, even de laatste 2 jaar niet meegerekend, dan heb ik voornamelijk bij PokerStars gespeeld. En daar speelde ik dit soort kastjes wel regelmatig.
En daar heb ik ook wel leuke prijzen mee gepakt. Uit er voor nu even helemaal geen zin in. Ja, kleine prijsjes allemaal. We gaan hem naar een eurotje zetten. En dan open op een bonusje. En we spelen tot de 200. Wel meteen een goede timing. 20 euro, de hoogste tot nu toe. Nice. Kijk, zoveel winlijnen. Alleen op het einde dan iets minder. En dan wordt het interessant. Ja, nog een redelijke. Ja, weer een paar aas pakt die boer in het midden. Of vrouwtje links. Ja, boer. Dan vrouwtje links of 10 links. Ja, allebei. Nou, ja, qua prijs stelt het nog niet heel veel voor, maar... Achtje links, dan wordt het leuk. Zo, we blijven lekker doorgaan. Nou is over, denk ik. Oeh, ja, nou een achtje links geweest, was leuk geweest. Nou, dat was geen hele dikke prijs, maar zo kan het leuk worden. Nou, dit is in één keer niet heel slecht. Toch wel opgelopen naar de 2,50. Ik denk dat ik tot de 2,30 speel. Dat heeft me in ieder geval niks gekost. En dan ga ik later plakken nog wel een bonusje achteraan. Oh. En als hij die bonussymbolen niet laat zien, dan kan je eigenlijk beter stoppen. Oeh, wat. Ah, jammer. 10 die pak ik wel, maar de laatste niet. En je moet echt zeg maar volle bak hebben, of tussen volle bak, dat hij op elke rol een symbooltje heeft. Dan wordt het interessant. Klopt. Maakt het in ieder geval spannend met die bonus. Maar ik zeg altijd, met dit spel kan het echt heel lang duren voordat je hem hebt. Vaak snel draaien. Je kan, als je op de computer speelt, kan je gewoon die spaatsenballen bij veel van die spellen... Nee, maal 2. Dat is redelijk. Jammer dat hij dat niet doorzet. Dus ja, je moet dan een beetje geluk hebben dat er ook af en toe zo'n wel tussendoor komt die de prijs vertegenwoordigt. En als je dan max meegewezen hebt met een leuke combinatie, ja, dan is bingo. En dan helemaal in die bonus met die oplopende multiplier. Ja, kijk op de telefoon tussendoor. Mevrouwtje, kan ik je over 5 minuten even terugbellen? 5 minuutjes, ja. Yo. Bonus wilde me nog niet echt geven. Ik zeg al die plakken hierna nog achteraan. Ga ik daar eerst even bellen en dan speel ik op mijn gemak die even verder. Oeh, jammer. Het was leuk feest met een paar wels. Dus ik kan niks aan aas, maar... Dit is wel... Ja, maal 2, oké. Okay. Pushje links, jammer dat die wel weg is. Oh, ja, dat had net moeten zijn. Nou, doe niet slecht hoor. Nou, push op die tweede. Oh, die push gaat vallen, dan push rechtsboven. Ah! Oh. Foutje pakt hij nog. Aas pakt hij, 10 pakt hij. Ja, ja. Ja, die 10 pakt hij net niet lekker, dat is jammer. Ja, kaarsjes pakt hij. Zo, oké. Nou, weld. Hartje pakt hij, weld. Ah, oh, jammer. Kaarsjes pakt hij weer, koningen pakt hij. 10 rechts, wat vrouwtje. Oh. Nou, dat was geen slecht, hè? Ik kan hier wel aardig oplopen. Boertjes. Oh, net niet. Dan speelt tot 2,50. Heeft helemaal niks gekost. Dat is altijd lekker. Als we nou ook nog een bonusje kunnen rammen, dan... kunnen hitten. Dat zou helemaal mooi zijn. Dus Bo, hij doet het echt niet slecht vandaag. Oh, jammer. 2 wels, hè? Dat is maal.
Kijk, en als hij er zin in heeft, dan... Net geen lekkere. Aasje nog in het midden, kom op, doe het. Of tientje links. Ja, Aasje. Hij doet het echt wel goed, hoor. Niet verkeerd. Dan gaan we de inzet iets verhogen. Ja, dat moet je eigenlijk nooit doen. Eigenlijk, normaal gesproken had ik hem nou gepakt. Maar speel je tot 2,50. We kunnen meteen zien dat hij... Ja, 3 is een bonus. Zie dat ik de inzet verhoog. Nou, topper. Nou, Bo, we gaan kijken. Maar deze is echt alles of niets altijd. Dit is wel leuk bij deze. Ik heb er nog nooit zoveel geluk mee gehad, maar we gaan zien. Niet de laagste. Oh, nee. Ja, geen top multiplier. Maar wel 12 spins. We hebben nu wel het nodig, volgens mij. Volgens mij is met oplopend. Ik weet het niet heel zeker, hoor. Dat is een beetje verwarrend met al die kasten. Ik zeg elke keer wel oplopend, maar... Ja, dat is jammer. Kom op, wel prijsjes. Nee. Ah, kom op, dat is leuk inzet. Wel het erbij. Ik ga niet zeggen dat hij helemaal niks geeft, hè. Kom op. Niet draai maken met een dode muis, kom op. Ja, 1 weld. Wel 2. Nee, het is niet een oplopende multiplier. Het is met die multipliers dus in het begin. Excuses. Ik dacht altijd dat bij deze de bonus ook de oplopende multiplier was. Push rechts. Nee. 2 spins, kop. 1 goeie. Dat is een goeie. Kijk, zeg, deze kan heel dik zijn. Als je dus een multiplier hebt, voor mij kan je ook maar... Ik denk maar 50 of zo. Ik heb het zag eigenlijk niet goed. Ik heb het zag niet goed op te letten. Maar dan kan die echt. Dan was deze 10 keer zo groot geweest. Dat was echt dik geweest. Maar 172 euro. Wat een timing weer. Aasje op de tweede. Nee. Was dat het laatste of nog eentje? Nog eentje. Ja, die tiende pakt hij. Dan was het denk ik. Nou toch, 2,38. Goede timing denk ik. Niet. Nee, het is geen oplopende multiplier, dus. Dan gaan we meteen even spieken. Voordat de ronde begint, verschijnt een raad van fortuin. Dat is ook wel mooi, hè, van die spelfouten erin. Een rad van fortuin moet het natuurlijk zijn. Met 2 segmenten, bla bla bla. 5, 8 of 12 spins. Dat is ik had dus de max 12 spins. Mogelijke vermenigvuldigers. 25 keer, ik dacht 50 keer eigenlijk, maar... Het is 25 keer als de max. Nou, 5 was dat de niet de ene laatste, maar die daarvoor. De derde laatste. De winst vermenigvuldigt van toepassing om de totale winst van elke draai. Laat 3 of meer skatsymbolen om de 4 tot nu te activeren. Bij elke heractivering draait het rad opnieuw en wordt er een willekeurig aantal spins en een willekeurige multiplier toegekend die aan de huidige waarde toegevoegd. Oh ja, dus je moet eigenlijk een respin hebben. Om die multipliers nog hoger op te laten lopen. En dan kan je inderdaad heel dik doen. Ik wou zeggen, want ik heb wel eens een YouTube video gezien met 50 keer of zo. Dus excuses dat ik in het begin zei oplopende multipliers. Want dat is bij de meeste mega weeskasten wel het geval. Maar bij deze moet je dus in de bonus tijdens dat speelrad draaien. Of de money wheel. En dan moet je hopen eigenlijk op een retrigger. Of in het begin meteen die 25 keer natuurlijk. Maar goed, ik mag niet klagen. Ik zat op, de hele tijd op 60 cent spelen. Toen ging ik naar een euro. En op de allerlaatste draai... Of allerlaatste paar draaien eigenlijk. Denk ik doe nog even 1,50 en precies dan valt de bonus. En we begonnen met 2,50. Hebben we er uiteindelijk 5 meier mee te maken. Dus Bo bedankt. Ik heb mijn budget verdubbeld voor vandaag. Qua beoordeling, Madam Destiny. Ja, als hij het zo doet, dan is het echt een hele topper. En het leuke bij deze is dus dat money wheel. Ik was het even vergeten. Dat is mijn excuses daarvoor. Maar ik heb zoveel van die spellen gespeeld en zoveel van die meegeweeskasten dat ik het soms zal ik ze allemaal door elkaar heen. En bij de meeste is het al van die meegewezen dan elke keer als je prijzen hebt, dan gaat die multiplier omhoog. Maar dat is bij deze dus niet. Dat maakt het ook wel weer leuk in die zin dat hij iets origineler is dan die andere. Ja, ik hou niet zo van die vertraging, dus dan moet wel af en toe die bonus vallen. Dus ik neig naar 4 sterren, maar ik hou hem toch op 3,5 ster. Ik ben een beetje bevoorrecht omdat ik nou net een leuk einde had gekregen. Maar omdat die bonussen soms heel lang kan duren. En ik heb nog geen megaklapper mee heb gemaakt.
Hou ik me voor nu op 3,5 ster. Maar er komt misschien nog een herbeoordeling aan als ik ooit die klappen wel gemaakt heb. Ik ga hem in ieder geval de komende tijd wat vaker spelen. Maar voor nu, voor Bo Jonkers, Madame Destiny meegeweest, 3,5 ster. Yo.